Heb je ook iets meegekregen van het hele AI-gebeuren? Um, ja, dat dat uh, behoorlijk in opkomst is, inderdaad. Ja. Ik heb toevallig in Zoom nu ook het voorwoord erover geschreven. En uh, ik denk dat het uh, uh, een hele belangrijke nieuwe groep aan beeldmakers gaat opleveren. Mm. Dus mensen die. Met AI. En ik zeg beelden, niet foto's. Omdat ik denk mm -hmm. dat fotografie heeft echt een relatie met de werkelijkheid om ons heen. En ja. ik denk dat daarin ja. zit ook en die het, passie. En camera camerawerk, echt ja. foto maken. Precies, dat is een, een vak waarbij je echt zegt... Oké, okay, ik ga de werkelijkheid vangen uh, uh, op een, een beeld. En daar gebruik ik een camera voor. En die interpreteert die werkelijkheid op een bepaalde manier. En daar komt iets uit. Mm -hmm. En dit is natuurlijk gewoon een, een regel tekst. En het is heel bijzonder hoor. Want mm -hmm. wat ik heb gezien... en, mm -hmm. en mid-journey is zo'n... Zo generatieve tool die dan dat kan doen. En wat je erin stopt, uh, er komt ook echt iets bijzonders uit. Uh, en ik denk zelfs dat met een aantal generaties dat het ontzettend accuraat uh, wordt en dat het ook heel erg niet meer van echt te onderscheiden valt. Nee. Ja. En uh, we hadden volgens mij, uh, het was vorige week, dat uh, uh, tijdens de, de Sony World Photography Awards had een fotograaf meegedaan met een, uh, een foto, of nou ja, een foto dan tussen aanhalingstekens. Yeah. Ja, een die beeld. Die, een beeld dat hij gemaakt had met AI. Uh, maar dat had wel gewonnen. Ja. Uh, in een categorie creative, wat op zich een nou ja, soort, daar kun je abstracte ja, dingen precies, dan aan toevoegen. Ja. En dan kun je afvragen of het voor een jury te zien is dan, mm -hmm. of dat dan uh, met AI gemaakt is. Maar het punt wat hij wou maken is duidelijk. Het, uh, zelfs een vakjury van een prestigieuze fotografiewedstrijd, een van de belangrijkste ter wereld, had het niet door. Nee. Ja. Wat, 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 wat vind jij daarvan als fotograaf? Nou, ik vind op zich AI niet iets slechts. In, tot zover als, als je maar... Uh, kijk, in dit geval was het een leuk statement. En mm -hmm. uiteindelijk kwam, nou ja, kwam dat dus zo uit. Uh, maar ik vind het vooral zelf belangrijk om uh, de geloofwaardigheid hoog te houden. Dus ik vind wel altijd dat je eerlijk moet zijn over je, mm -hmm. over je foto's. Dus uh, ik vind, als jij uh, lekker in je slaapkamer een foto wil maken, van, of een beeld wil maken mm -hmm. van een zonsopgang met mist. En weet ik veel wat je daar allemaal voor bij wil hebben. En je maakt dat met bijvoorbeeld Mid-Journey of een ander AI-software-programmaatje. Uh, mm -hmm. Mag je dat vooral doen, maar je moet er niet mee te koop gaan lopen dat het een foto is of dat je nee. dat, dat, dat echt iets. Is wat je zo hebt gemaakt. Ja. Ik, um... ja, het levert allemaal nieuwe vragen op, ook een beetje. Hè? Van, ja. Wie is nou de maker dan? Ja. En, ja. Uh, en wat, wat maakt dan het verschil tussen wel of niet AI fotografie of mm. AI beeldcreatie of een mm -hmm. soort van graphic design? Want ja. je kan bijvoorbeeld ook gewoon argueren dat als jij een foto laat genereren van de melkweg en je laat een foto genereren van jouw voorgrond en je voegt het samen zelf in uh -huh. Photoshop heb je dat zelf dan gemaakt? Dan heb je in ieder geval een beeld samengesteld en uh, uh, en ja, er is nu een hele discussie over... is degene die de prompt, hè? Want wat je dus doet bij, ja. bij zo'n generatieve tool... is je zet er letterlijk een zinnetje tekst in. Dus je bent eigenlijk helemaal niet aan het... Aan het je drukt niet af op een camera of zo. Het is foto je, die je maakt? Nee, je geeft letterlijk de tekst bijvoorbeeld... een uh, wilderig tulpenveld uh, uh, onder een uh, nachthemel... Uh, met een molen in de verte en een... Uh, uh, een een uh, ultrawijd uh, perspectief of zo'n hmm. soort. Uh, ja. En dan ja. geef je nog bepaalde stijlen. Je kunt zelfs nog zeggen van. En dat is voor fotografen wel grappig dat je zegt, ik wil dat het een Fuji-film middenformaatachtige look ja, heeft. Ja. En dan gaat hij ook echt kijken. oké, okay, hoe, hoe zou dat dan zijn? Um, maar het is alleen tekst. Je hebt ja. alleen een regel tekst. Mm -hmm. en, en ik kan die prompt, want zo noemen ze dat dan, kopiëren van iemand anders. Dat zie ik dat iemand het gebruikt heeft. Ik kan hem een beetje aanpassen en je krijgt weer een heel ja. nieuw beeld. Dus wie, ja, ik, en dit is een open discussie hoor. Ik weet het ook niet. Wij weten, denk ik, ook niet wat, wat daar de uitkomst of wat dat uh, moet zijn. Maar nee, ah, ik denk zelfs niet dat het, het uh, de, ja, het kan fotografen die misschien heel veel werk verkopen, een beetje in de weg zitten. Want als gewoon een random iemand een leuke plaat ja. als een muur wil en die vindt die AI-foto mooier dan die van. Uh, uh, van een fotograaf, ja, ja, dan kan dat misschien een beetje botsen. Het kan maar best zijn dat de massa daar niet om geeft. Hè? De, nee. Ik bedoel, Wij als fotograaf denken heel snel van, oh maar wij, wij hechten ontzettend veel waarde aan die authenticiteit Precies. van de wereld hebben gezien ja. en, en ja. Uh, nou, de daar, echtheid. Daarom denk ik ook niet dat het, dat het heel veel fotografen zal vervangen. Er zijn, ik ken een aantal fotografen die doen dat wel combineren. Ze dus doen een gedeelte zelf fotograferen, maar voegen daar ook wel een vleugje AI aan toe. Mm -hmm. uh, maar dan is inderdaad de vraag van Noem je dit dus jouw foto? Of, ja. nou ja, dat is lastig. Maar ik denk wel dat je daar, als je daar eerlijk over bent, dat dat niet heel erg is. Maar het zou voor mij nooit. Ik ga niet in mijn. Ja, voor mij is foto's. Ik maak geen foto's om de foto's. Ik wil gewoon buiten zijn. Ik wil. Ja. ja ik ga eigenlijk in deze periode nu het vroeg licht wordt. En ik moet voor. Ik moet werken. Ga ik negen van tien keer voorwerken, eerder uit bed, om nog even langs het tulpen te gaan, of om nog even een vlindertje te fotograferen, om nog even minste gezond opgang te fotograferen. Het is meer. Voor mezelf, ik wil daar gewoon zijn. Ja, en, je wilt het ook zelf zien. Ja, als meemaken. Je, en, dat, en ik maak er dan ondertussen een foto van. Dat is leuk. Mm -hmm. weet je, dat Als dat, dat je hobby, als je passie, dat, dat is goed. Maar het zal voor mij nooit zo zijn dat, 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 dat ik lekker... Uh, oh nee, ik denk ik blijf ja. lekker langer liggen en ik type een paar zinnetjes en ik doe het zo. Weet je, dat, en misschien nee. om terug te komen op uh, de neo -wise, of eigenlijk de comete, de variant die niet zo goed zichtbaar was, mm -hmm. waarvan we zeiden de vorige personen die het konden zien waren de Neandertalers. Mm -hmm. Dat is iets heel moois, omdat we in ons hoofd denken: oh ja, dat, de, die mensen stonden daar echt ja. en die keken naar hetzelfde ding. Ja. Mm -hmm. en natuurlijk... Misschien hadden ze wel het idee van: nu gaat de wereld ten onder. Ja. Oh ja, dat kan. Ja, okay. ja. ja. Alleen, maar en, uh, dus ze keken. Maar, maar het feit dat we daar staan en dat we echt kijken naar, ja, die komeet die er, komeetje, naar ja. diezelfde komeet... dat is wat die fotografie zo mooi maakt. Ja, dat, dat ja. geeft je echt soms een gevoel, ja, ja. Een, een tijdsloos gevoel, of het voelt het maakt je heel klein, of weet je. Ja, het en is dat, magisch, maar het is ook echt. Ja, en dat heb je niet als je gewoon een zinnetje typt op, op je zolderkamer. Ja, dat denk ik ook. <laughs> of hier ook. in de Zoom-studio. <laughs> <laughs> ja. Nee, het is, ik, ik denk niet dat het een, tot zover een gevaar is voor fotografie of zo. Maar nou ja, aan, aan zeker, in zekere zin ook wel. Want je zal ongetwijfeld mensen hebben die lekker gaan zitten typen. En het, uh, het zo goed kunnen en het zo realistisch maken. Die en gaan, dat is ook knap. Die, dat ja. is heel knap. Ja. Uh, maar die vervolgens gaan pretenderen dat, het, dat ze die foto gemaakt dat hebben. Dat moet je niet doen. Nee. Dat is, nee, maar het gaat wel we... gebeuren. En, ja. en, en dan ja. krijg je natuurlijk een soort oneerlijke concurrentie. Mm -hmm. En misschien nu uh, de AI nog een beetje in. Uh, nou, het is al redelijk ver gevorderd, maar het is ook nog vrij nieuw. Zie ja. dus je echt nog wel vaak wanneer iets AI is en wanneer niet. Mm -hmm. en er komt een punt dat we dat gewoon niet meer kunnen doen. Ja. Nee, je zag het al dus met, uh, met die, uh, die fotowedstrijd. Uh, ja. ja. Dus, dus het, zover ben je eigenlijk al een beetje. Dus, en in, ja, dan wordt het op Dat gebied misschien wel een gevaar? voor Fotografie, ik denk ja. dat de, de conclusie is: vooral dat we het erover blijven hebben en dat we ja. dat we uh, kijken en wat... transparanter mm. over zijn, precies. Ja, precies. Gewoon, ja. inderdaad. Als je prima als jij jezelf een keertje iets toevoegt wat door AI gemaakt is, maar dan moet je niet zeggen dat dat zo was of dat 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 je dat zo gefotografeerd hebt. In, uh... Ja, 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 inderdaad. Ik denk dat het ook wel voor. Persoon als portretfotograaf ontzettend interessant kan zijn, omdat je dan een soort van moodboard kan maken. Stel je voor, je hebt echt iets mm. super bizars in je hoofd. Mm -hmm. Maar je weet niet helemaal op Pinterest kun je geen mooie voorbeelden vinden. En je wilt toch een beetje aan je model en aan het team laten zien. Dit is wat ik wil doen of dit is wat ik wil proberen. Ja, nou, Dat kan natuurlijk wel een inspiratiebron zijn. Zeker, ja. Maar ja, kijk, hetzelfde geldt. We hebben het nu over AI en over dus het, het, het enigszins vervalsen van foto's. Maar hetzelfde vind ik dus als je bijvoorbeeld. Uh, naar het bos gaat en je neemt een rookmachine mee uh, en je creëert een mistige <laughs> ja. uh, mistige bosochtend weet je dus ik, ik heb ook verhalen gehoord van mensen die dat doen die dus mm -hmm. inderdaad gewoon met een bepaalde rookmachine uh, mist creëren en ja dan denk ik ook van ja dat moet je, zou ik zelf ja prima als je dat doet mm -hmm. en prima als je dan daarna zegt van ja, als, ja, iemand, dat, als iemand daarna vraagt van oh ja dat was uh, een rookmachine is, uh, ja maar als je gaat nou, ja, doen alsof je dus een hele mooie of keer op keer een misgeochtend hebt, waar je gewoon je rookmachine ja. achter je hebt staan. Ja, dat vind ik niet. Um, ik zeg het nog als je dat doet prima, maar wees er wel transparant over. En, ja. Maar wat als je het er dan in gewoon in Photoshop zeg maar, je pakt een penseeltje, je maakt een beetje. Ja, dat vind ik ook in die, Dat vind ik ook. Is ook nep. Ja, eigenlijk, eigenlijk. wel. Ja. Dat vind ik wel. En natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk een bepaalde mate van uh, creatieve vrijheid. En dat zeker bij mijn toch, van fotografie met die melkweg en zo. Um, nou, net, net, het voorbeeld van die boom, met je, als je mm -hmm. als ik een foto maak van de melkweg dan kan ik dus, omdat ik dus de melkweg losschiet van uh, de voorgrond, kan ik die boven iedere random voorgrond plakken waar ik maar wil. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een foto gezien, een keer van uh, de Zaanse Schans met de melkweg erboven. Nou, en dan in de richting mm -hmm. uh, dat waar de melkweg nooit staat. En de mm -hmm. Zaanse Schans is zo licht dat, dat, dat je dat daar niet op die manier voor elkaar krijgt. En nee. Dus diegene die die foto heeft gemaakt, ik heb geen idee meer wie dat was, maar die vlekken lekker zitten knutselen. En prima als je dat uh, doet. Mm. Mm -hmm. Maar dan moet je inderdaad wel eerlijk zijn over. Dit is een compositie, uh, uh, is een compositie. van. En ja. bij mijn fotografie, ik doe zelf. Ik heb ook wel eens een keer iets van die composities gemaakt. En zet je het erbij. Mm -hmm. En uh, kijk, je, je hebt natuurlijk wel. Je, als ik een foto maak van een boom met de melkweg erachter. dan ben ik vaak een half uur later bezig met die boomfoto. En dus de melkweg gewoon een stukje verder. Dus dan plaats ik hem ietsje terug. Of dat je er kan een paar graden afwijking ja. in zitten. Maar ik probeer het wel voor mezelf altijd, omdat ik mezelf niet voor de gek wil houden en ook niet de mensen die naar je foto's kijken, mm -hmm. uh, om het zo, voor zover het kan, realistisch mogelijk terug te plaatsen. Uh, nou ja, voor zover het kan bedoel ik mee dat de melkfoto's foto's die ik maak, dat zie je natuurlijk sowieso niet met blote ogen. Dat komt allemaal door het stekken en het nabewerken, dat je dat zo mooi naar voren krijgt. Er zit al, er zit al vrij veel nabewerking in, dus dan wil ik dus wel dat de richting in ieder geval echt is. Ja. En, uh, ja, en hetzelfde geldt dus met. Ja, en daar ook daar moet je dus open en eerlijk over zijn. Hetzelfde met het AI als je dat gaat toepassen, denk ik. Ja.